Het grootste ziekenhuis ter wereld, maar dan op het water. Het nieuwste schip van Mercy Ships. En dat is een christelijke organisatie die naar Afrika vaart om daar medische hulp te bieden. Het drijvende hospitaal ligt nu in de haven van Rotterdam om drinkwater, brandstof en andere goederen aan boord te nemen. Agnes Penn werkte als vrijwilliger op de oude boot van de organisatie en keek rond op het nieuwe schip. Op de afdeling worden veel operaties gedaan op het schip. En zoals hier bijvoorbeeld een hazenlipoperatie. Zoals bij deze jongen kun je dat zien, die kan heel goed geholpen worden. Op het schip worden meer medische ingrepen gedaan. Gezwellen aan het gezicht en staar worden verholpen. Agnes gaat binnenkort mee naar Liberia. De reden waarom ik dit doe is vanuit mijn verpleegkundig beroep. Dat ik de mogelijkheid heb om zorg te bieden. En anderzijds ook vanuit mijn geloof. Mercy Ships is een organisatie met een christelijke grondslag. Iedereen op het schip, van de kapitein tot de keukenhulp, is christelijk en werkt vrijwillig. Ik moet zelf onbetaald verlof opnemen van mijn werk, wat mogelijk is. En, dus ik heb voor die periode gespaard dat ik dan ga. En verder heb ik ook heel veel sponsors achter me staan. Vandaag vertrekt de Africa Mercy naar het West-Afrikaanse Liberia om in augustus helemaal operationeel te zijn.